Sinds kort is er op de parkeerplaats van het winkelcentrum Snel en Polanen een richtingsverkeer ingesteld. Automobilisten dienen tegen de richting van de klok in te rijden. Voor fietsers verandert er niets. De verwachting zal het nog wel even duren voordat iedereen bekend is met de nieuwe situatie. De afgelopen week is de ingenieur Enschedeweg, de N212, in Wilnis weer opengesteld voor verkeer. Dat eerder moest wijken voor de aanleg van een faunapassage onder de weg. Die bevindt zich nu tussen de rotonde Bovendijk en de Geerbrug in de Veldwetering. bestaande fietspad wordt nog omgelegd zodat het iets verder bij de faunapassage vandaan komt te liggen. Als het aan de Bonaventura-kerk in Woerden ligt zijn haar sprekers binnenkort weer goed achterin te verstaan. Met een succesvolle inzamelingsactie lijkt de kerk er eigenhandig in te gaan slagen... om een nieuwe geluidsinstallatie aan te kopen om de galm in de kerk, ontstaan door recente verbouwing, te stillen... De actie zal voorlopig worden voortgezet om te komen tot het volledig benodigde bedrag. Binnenkort is Woerden het eerste NS-station in Nederland waar mensen alleen met een OV-chipkaart of treinkaartje naar binnen kunnen. Wie iemand wil uitzwaaien of ophalen, heeft nu ook een OV-chipkaart nodig, maar hoeft niet voor een treinreis te betalen door na de hand weer uit te checken. Bij bouwwerkzaamheden aan de donkere gaard 9 in Oude Water, waar de Hema zich vestigt, zijn archeologische resten aangetroffen. Het is aannemelijk dat dit historische materiaal verband houdt met de Oude Waterse moord. Een van de meest spraakmakende gebeurtenissen in de geschiedenis van Oude Water. Die plaatsvond in 1575. Het is nog onzeker wat de bestemming wordt van zalencentrum Concordia, gevestigd in de Woerdense binnenstad. Eind februari gooide de uitbater de handdoek in de ring en sloot het centrum haar deuren. Hierdoor moesten maar liefst 60 verenigingen gedwongen op zoek naar nieuwe huisvesting. Gehoopt wordt dat er snel een nieuwe uitbater zal worden gevonden.